Goeiedag. Het weerbeeld is vandaag erg veranderlijk. Soms schijnt de zon, maar af en toe pakken donkere wolken samen en valt er een enkele bui. En als je geluk hebt, dan kun je vandaag de regenboog zien. Het weer wordt nog bepaald door een stevige westelijke wind en de lucht is onstabiel. Dus dat wil zeggen dat er diverse buien kunnen gaan ontstaan. De meeste vooral in het noorden van het land, maar in de loop van de dag trekken ze ook naar het zuiden. Maar de zon schijnt ook tussen de buien door en dan wordt het maximaal 11 of 12 graden. Dat is te fris voor de tijd van het jaar. Normaal hoort het zo'n 14 graden te zijn. Zoals gezegd, ook wel ruimte voor de zon. Vanochtend vooral in het midden en zuiden van het land. En in het noorden de meeste buien. En vanmiddag en vanavond is het juist andersom. Dan knapt het in het noorden op en kan er nog in het zuiden een enkele bui vallen. Van het weekend zijn we van de buien verlost. Dan blijft het zo goed als droog. Staat er ook duidelijk minder wind, vanuit het westen tot zuidwesten, hooguit windkracht 3 tot 4. Het is op veel plaatsen droog en de zon schijnt van tijd tot tijd, vooral op de zondag. En dat bij temperaturen van 12 graden in de middag. Daarna keert de wisselvalligheid weer terug. Dagelijks kan er wat lichte regen vallen, maar nu en dan schijnt ook de zon. En wat opvalt is de temperatuur. Die gaat geleidelijk aan omhoog richting de normale waarde van 14 of 15 graden. En de wind die waait meest matig vanuit het zuidwesten. Ik wens je een fijne dag.